Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn met ons team van Kik bij een schrijfster geweest die zowel in het Romeins als in het Nederlands schrijft, Mira Feticu. Ze is vooral bekend van haar boek Tasja, dat gaat over de kunstroof in Rotterdam. En verder waren we bij Dick Fluitsma, een man die al misschien wel 30 jaar of langer prachtige beelden maakt in zijn atelier hier in Breda, met onder andere veel hout en veel geweld en lawaai. Dick, wat heb je nou toch in je handen? Dit is een stukje keramiek wat ik 30 jaar geleden heb gemaakt. En wat mij nu aansprak als oervrouw. Oervrouw, niet alleen vanwege de vorm, maar ook vanwege het gat, denk ik. Ja, dat gat, dat is dan eigenlijk de baarmoeder. En ook zelfs de heelalische, bovenmythische, hoge oergrond. Nou, waar wij uitkomen. Hoge kan niet, hè? Terwijl we hier plat op de vloer staan. Ja, maar dat zeg ik ook omdat het waarschijnlijk blauw wordt. Blauw, een soort diep blauw waarvan je de eindigheid eigenlijk niet ziet. Zoals een diepe oceaan en zo, waar allerlei dingen in zitten. Ja, inderdaad, een soort mythisch, kosmisch blauw. Maar je hebt er een verhaal bij. Dit dingetje heb je gemaakt. We staan hier ook naast een boomstam. En daar heb je iets mee gedaan met die twee. Ja. Die boomstam die is uit de tuin hiernaast, een esdoorn, heel lang geleden omgehakt. En nu had ik ook de behoefte om daar iets mee te gaan doen. En ik ontdekte dit beeldje weer, tussen andere keramische beeldjes. En dacht, hey, dit is mijn model. Het gekke is dat die boomstam een beetje lijkt qua vorm op dit stukje keramiek. In het begin nog niet. Toen was het echt een gewone boomstam, cilinderachtig. Maar van lieverlee voelde ik dat zij hierin zat. Dus je noemt ze al zij? Ja, een vrouw, hè. Dus ik voelde gewoon, als ik nou goed kijk naar dit leidende beeldje met een korte ei. En ik kijk goed naar de boom. En uit het samenspel van gedachten en wat de materie van de boom ook vertelt. En de lijnen, de groeilijnen, moet dit beeld dus, dit keramische beeldje, een groot houten beeld kunnen worden. En daar ga je met behoorlijk wat geweld op in en daar gaan we nu iets van zien. In het begin met geweld, met kettingzaag, later met het bijltje, maar ook is de kettingzaag nog steeds handig om bepaalde warrige, moeizame, knoedelige stukken hout sneller te verspanen. Nou is dat toch gek, want zo'n kettingzaag, dat vereenzelvig ik altijd met ruw, met bossen, met wegslepen. En jij gaat er iets verfijns van maken. Ja, maar je kunt met kettingzaag ook verfijnde dingen doen hoor. Kijk, een kettingzaag is in eerste instantie om iets af te zagen. Maar er zijn ook meerdere modellen waarmee je dus als het ware kunt modelleren. Maar je krijgt een terugslag vaak dat die gevaarlijk doet. Dus ze zijn steeds meer ook voor beeldhouwers dingetjes aan het verzinnen wat betreft die kettingzagen. Maar ik heb eigenlijk een gewone door de weekse. Laat maar eens wat zien dan. Ja, ik ga het doen. Nou, ga ik even mijn koptelefoontje opzetten. Leg dit even neer. Zo Dick, je laat nou eigenlijk zien dat je met iets behoorlijk woest toch iets verfijns kunt doen. Ja, dat kan ik wel. Hij ging alleen af en toe, ruts, reed hij omhoog. Dus hij heeft een neiging om soms zijn eigen weg te gaan. Dus je moet hem eigenlijk heel erg goed onder bedwang houden. Maar dat kun jij wel als kunstenaar?
Nou, dat is de kunstenaarschap, hè? Al die woeste invallen in de goede richting te blijven sturen. Met oog voor wat het toch zich als bijzonder toevallig aandient. Want daar zitten ook vaak hele grote mogelijkheden. Hè? Doe jij dat ook? Stel je voor dat er nou dat je even echt uitschiet. Ja, dat er dan nou, en dan? Ik dacht al meteen, ik schoot naar boven uit. En naar hier. Ik denk, nou ja, er zit wel een tolerantie in zo'n beeld. Hè? Dat is wel heel interessant. Een klein beeldje, wat het model is. Dat kun je op alle schalen vergroten. Ja. Dus mocht ik hier nou iets te ver zijn uitgeschoten, hoop ik dat er nog genoeg ruimte boven zit om het in verhouding te houden. Hè? Ik dacht even dat dit Ganesh was, omdat ik hier een soort slurf zag. Maar jij zei dat het Oedipus is met zijn schuld en schuldcomplex. Inderdaad, dat is het. En je ziet hem hier op het moment van spijt, dat hij zich realiseert, ik heb met mijn moeder geslapen, de koningin. En dat mag helemaal natuurlijk niet. En hij heeft zich al de ogen uitgestoken. Hoe kan ik zo blind zijn geweest? Laat ik dan ook maar blind worden. En dat moment, dat heb ik hier uitgebeeld. Ja. Dat is raar, hè? Want wij zouden zeggen, ja, je kunt er niks aan doen. Want je wist het niet. Nee, dus wij hebben inderdaad een heel ander schuldgevoel, begrip ontwikkeld in de loop der 20 eeuwen na die tijd. Ja. Nou, ik vind het ook eigenlijk dat hij een slachtoffer is van zijn tijd op een bepaalde manier. Ja. Even de andere kant bekijken. Ja. Hier zie je een scheve mond. Ja, verwrongen, clownesk gezicht bijna. Grimas. Hè? Van de ellende. Van, oh, zoiets. En zijn ogen. Hè, je ziet al dat er een soort verwoesting heeft plaatsgevonden. En hij denkt, here's no way. Er is geen weg terug meer. Helaas. Je ziet nog wel hier de spanning van zijn buik. Hier heeft hij mee aan zijn moeder gehangen. Dit is zijn navel. Ik realiseer me nu pas dat die navel eigenlijk die verwijzing is. Ik heb als beeldhouwer altijd gedacht, hoe moet dat gat er eigenlijk wel in? Dat moet er dus in? Ja, ik snap het nou pas. Het is bijna allemaal theatraal, Dick, valt me op. Ja, ik heb heel erg een verbinding met mythologische verhalen, met Bijbelse verhalen. Ik heb ook een beeld dat heet Susanna bijvoorbeeld en de ouderlingen. Mm. Maar als je die ziet, dan denk je van nou, ik snap die ouderlingen wel. Is dit hier zichtbaar of moeten we er nergens naartoe? Boven. Dick, dit is Hadewijk, zei je. En dat heeft natuurlijk alles te maken met... Ja, met de middeleeuwse mystiek en met een mevrouw in de middeleeuwen die heel erg van God hield. En met de boom, uiteraard. Deze komt uit het park hier. Welk park? Willeminepark? Ja. Toen is er een keer een storm geweest, of nee, een renovatie van het park. En oude bomen werden omgehakt. En dit was de hoofdstam waarvan de andere beelden de zijtakken zijn. Die heb ik. Ja, nou is ze wel behoorlijk wulps. Tenminste, ze heeft behoorlijke bovenstukken. Dat kon, hè, want God werd niet alleen maar in gedachten aanbeden, maar ook in het hele lijf. Hè? Ja, ik denk wel als je heel erg liefde voelt, dat dat niet alleen maar een woord is, maar dat het ook in je hele lichamelijkheid mede voelbaar zal zijn. En bovendien is voor God denk ik ook leuker om naar te kijken. Het bijltje is de verlenging van mijn hand. Kijk, als ik nou bijvoorbeeld denk, ik moet hier iets terug, ga ik gewoon zo. Weet je, op de uitademing, nooit met een gespannen arm, rustig tikken. Als het ware de kosmische kracht van boven, de zenkracht, door je bijltje laten gaan, zodat je ook geen pijn arm krijgt. Ik heb nooit spierpijn van het hakken, omdat ik daar gewend ben.
Ik denk dat ik jou nou ga storen. Je mag me niet storen, maar gaan we zo'n conventie, een compromis maken als je over mij en wat ik doe wil praten. En je mag me dus storen, niet lang, maar wel een beetje. Ja, want anders krijgen we natuurlijk geen interview. Ik probeerde mee te lezen, want je hebt een heel mooi handschrift, maar voor mij een klein beetje onleesbaar. Van een dokter, ja. ja, nou, dat is ook een goeie, want ik schrijf eerst voor mezelf. En daarna, als het uitgetypt wordt en als het zoals hier op papier staat, dan is het voor een publiek, voor de lezer. Dit is nog een versie die voor jou alleen is. Ja. Jij zoekt nog wat dingetjes uit, je bedenkt, je schrapt door. Ja, ja. Het is de eerste stap naar een boek. Eigenlijk schrijf ik en alleen ik begrijp wat ik schrijf natuurlijk. En daarna komt een tweede stap uittypen. Jij zegt dat begrijp ik alleen, maar ik begrijp niet dat jij dat alleen begrijpt. Want ik ben ook een goede lezer, denk ik. Ik denk dat ik jouw tekst toch wel kan begrijpen. Of bedoel je daarmee dat je het nog niet uitgewerkt hebt? Bedoel je, begrijp je wat ik hier geschreven heb, de woorden? En dat kan je niet zien, niet goed zien en niet goed begrijpen. Want wat ik net zei, ik schrijf als een dokter. Dus wat een dokter met een recept doet. Je ziet alleen wat voor percentage. Hè? De apotheker ziet, nou, dat is 200 milligram, maar meer niet. Is het zo dat jij dan nog helemaal niet kijkt op stijl of zo? Dat je gewoon erop zet wat je wilt zeggen op dat moment? Nee, de stijl is heel belangrijk. En de stijl is als een... als een weg die je uiteindelijk vindt, want ik zit op een zitzaak urenlang nadenken en de stijl vind je of de stijl komt naar jou, maar eerst moet je de stem, de stijl vinden. Op welke manier ga ik dat vertellen? Research doe ik, dus ik weet precies wat ik wil vertellen, maar het personage, en dat klinkt misschien verrassend, heeft ook eigen wil. Het personage wil mij ook iets vertellen, mij de schrijver. Het is niet altijd zo dat ik van klei iets maak en ik beslis wanneer het klaar is. Soms ben ik verrast door de stem van mijn personage. En denk ik uiteindelijk, wauw, het is beter wat hij wil zeggen dan wat ik oorspronkelijk wou zeggen. Ik denk dan dat het een soort resonans is die wel in jou zit en die dan door dat personage wordt opgeroepen. Ja, het is eigenlijk een, net een huwelijk, hè? Dus ja, precies. Het is net een huwelijk. Het moet een akkoord zijn, weet je, tussen personage en schrijver. Het klinkt een beetje, ja, een beetje als een cliché. Maar misschien is het beter juist dan een huwelijk. Want in schrijven heb je nooit routine. In een huwelijk heb je gelukkig vaak routine. En weet je, en dan ben je niet iedere dag bezig met je relatie. Mira, ik zie allemaal briefjes achter jou hangen en ik denk allemaal zomaar dat stukjes zijn van teksten of zo die je nog gaat gebruiken. Ja, ik noteer alles wat door mijn hoofd komt, wat een band met mijn boek kan hebben, zinnen, soms een woord, gebeurtenissen, kleine verhalen. En ik noteer ze en daarna plak ik ze op de muren van mijn geheime kamer. Dit is mijn schuur achter mijn werkkamer, ja. Als ik me wil terugtrekken van de wereld, dan kom ik hier en schrijf ik. Het is een droom van elke schrijver, denk ik, om eigen kamer, eigen schuur te hebben. Dus ik plak dingen op mijn muren en soms staar ik gewoon zo naar een briefje en bedenk ik wat ik daarmee moet doen. Dat weet je nog niet, hè, op dat moment. Nou, je weet alleen, ik kan er misschien iets mee. Ja, ik weet altijd, ik kan wel iets mee. Maar het is weer een soort ontmoeting tussen het moment en wat ik geschreven heb. Komt het goed uit of moet ik nog wachten, nog een week wachten? Weet je, daarom gooi ik nooit een briefje en bewaar ik ze. Ik heb tassen vol briefjes met gedachten die ik erop schrijf of op mijn werk in de bibliotheek. Of dan heb je een idee en als je wacht tot je thuis komt, dan is jouw idee weg. Ja. Nou, je schrijft in Nederlands nu. Jouw oorspronkelijke moedertaal is Roemeens. Ja. Heb jij nou wel eens dat door elkaar loopt? Dat je bijvoorbeeld hier zit en dan toch in één keer met een Roemeense slagzin komt? Soms wel. Ik heb ook zelf gekeken hier. Het is alles in het Nederlands behalve dat. Want dat komt uit een Roemeense krant.
Dus dit is een verhaal, een Roemeens verhaal uit een Roemeense krant. En daarom is het in het Roemeens. Anders heeft alles hier te maken met de Nederlandse werkelijkheid. Dus, en dat komt makkelijker in het Nederlands. Dus ik schrijf in het Nederlands omdat mijn hersenen een GPS-signaal hebben. Dit is Nederland. En je schrijft in het Nederlands. Je kan niet meer in het Roemeens schrijven, want ik heb geen publiek. Geen Roemeens publiek hier. Nou, een beetje wel, want je hebt Tasja weer opnieuw in het Roemeens geschreven. Ja, maar voor Roemenië. Ik heb Tasja opnieuw moeten... Ja, ik ook, hè. Ja. Ik heb Tasja opnieuw moeten schrijven voor Roemenië. En ik heb het... Ik kon het niet vertalen. Ten eerste is vertalen niet mijn werk. Het is zo'n monnikenwerk. Je kan ook over schrijven zoiets zeggen, maar bij schrijven heb je nog een vuur, weet je, wat alles heet houdt. Maar bij elk woord vertalen, en het was ook een beetje raar, omdat als ik vertaalde, kwamen er andere woorden, Roemeense woorden, dan mijn oorspronkelijke Roemeense woorden. En dat vond ik raar, dat ik twee niveaus heb. Eentje geleerd, eentje die ik vertaal, eentje oorspronkelijk Roemeens, die ik in mijn dorp sprak. Dus het was moeilijk. Gelukkig, echt gelukkig en 100% gelukkig, soms 200% gelukkig ben ik hier. Ben ik hier, het lijkt op wat ik had in mijn dorp. Zo vier muren, ik had een kamertje. Je ziet het is geen luxe, het is fantastisch. Het is precies wat een schrijver nodig heeft. Meer heeft een schrijver niet nodig? Nee, hij heeft ruimte nodig, denk ik. Stilte en personages, denk ik. Ruimte in zijn geest? Ja, ruimte in zijn geest en een beetje... Misschien ook een beetje inspiratie. Ja. Mira, jij bent begonnen als dichter in Roemenië, maar nu ben je weer opnieuw in Nederland ook gaan dichten. Ja, het is ook een beetje een verrassing dat ik dat weer doe. Het was nooit makkelijk voor mij poëzie te schrijven. Wel toen ik jong was. Toen had ik elke dag koorts, zeg het maar. En dan schreef ik poëzie misschien elke dag. Maar poëzie is een beetje te heftig voor mij geworden. En ik heb altijd een personage nodig voor heftige emoties. Om heftige emoties te uiten, heb ik een intermediair nodig. En dan laat ik gebeuren door een personage in een boek. Maar ik ben opnieuw begonnen. Nou, het is nog niet duidelijk wat ik daarmee verder ga doen. Maar als ik merk dat mensen mijn poëzie, mijn gedichten leuk vonden, misschien ga ik door. Het is altijd interessant wat voor verspiegeling je krijgt van het publiek. Wat het publiek van je poëzie vindt. En misschien helpt dat om door te gaan. En nou wil je gedicht voorlezen wat je net hebt geschreven. Ja. Identiteit. Soms weet ik niet wie ik ben, niet voor lang, een seconde. Maar de seconde duurt lang. Ik voel de tranen komen, de paniek, het gebed zonder woorden. Ik kreun en ik zweet. De gedachten vieren Halloween in mijn hoofd. Er heeft nooit een lichaam bestaan dat van mij was. Er is geen hoofd voor mijn gedachten. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Een stem die ik overal en altijd herken, zegt: Mam, wat eten we vanavond? Ik weet niet waar ik vandaan kom, maar ik weet waar ik naartoe ga. Naar de keuken. Mira, ik denk dat Tasja heel erg goed verfilmd zou kunnen worden. Ja, dat zegt iedereen. Dat zei ook Wim Brands in Tubergen een paar maanden geleden gezegd. Ik hoop het. Ik wil heel graag dat een regisseur interesse krijgt, belangstelling voor het boek. En het boek gaat over twee werelden, over een bekende roof, over het pittoreske van het dorp in Roemenië. En ook spookachtige dorp. Dus het zal fantastisch zijn. Het is een goudmijn voor een regisseur. Dus ik ben op zoek naar een regisseur die Tasja, het boek over de roof uit de kunsttaal, wil verfilmen. Ja, waarbij twee werelden bij elkaar komen en tegelijkertijd ook helemaal niet. Precies, precies. Het gaat om twee landen, twee manieren van onderzoeken. Roemeense politie en Nederlandse politie. Een compromis, want de schilderijen zijn verbrand, maar de dieven zitten in de gevangenis. Over prostitutie, over een jonge prostituee die zich haar lichaam verkocht voor €150 per uur in Rotterdam. Het gaat om het leven eigenlijk. Ja, het leven waar het ook is.
precies. Dankjewel. Ik dank jullie.